Yo mensen, vet dat jullie allemaal kijken naar een nieuwe video. Ook wel Yo Pieps of zo genoemd, dat is mijn nieuwe intro. Ik weet niet, dat is al best wel oud eigenlijk. Maar we gaan gewoon beginnen met een nieuwe video. We gaan iets heel leuks bekijken. Alle mensen zeg maar, die van meiden houden, die moeten echt blijven kijken. Want dit is niet normaal man. Hier ga je van genieten, weet zeker. Ja man, dit is... Dit is toch leuk om te zien. Je hoeft nog niet eens mijn content te luisteren. Het is gewoon al leuk om te kijken gewoon. Vandaar dat ik deze video ook maak gewoon eigenlijk. Wow, zijn dat dezelfde? Wow, als ik hun Musical.ly weet, dan ben ik sowieso fan van hun. Ik denk dat ze een paar miljoen fans hebben, maar maakt niet uit. Dan ben ik sowieso fan. Dat is gewoon niet normaal. Kijk, dit ook gewoon. Maar ik snap Musical.ly niet eigenlijk. Maar ja. Bounce. Je gaat ook gewoon zitten in de Musical.ly. Tuurlijk, dat doe je gewoon. Je gaat gewoon zitten. Ik ga gewoon een Musical.ly account aanmaken. En dan ga ik ook zo zitten. Gewoon een beetje zitten en een beetje zo playbacken. Hoe grappig is dat? Dit liedje heb ik zo vaak gehoord. Dat is gewoon niet normaal. Dat is gewoon heel erg bekend op Musical.ly geloof ik. Wow. 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 Zo, dat is echt een droombrouw, zou dat zijn. Maar ja. Dat minder. Ik moet geen vleeskeuring doen, dan ga ik wel naar Tinder toe. What the fuck? Wacht even. Als je zo kan dansen? Wow, ik zou dat ook gewoon willen hoor. Ook al ben ik een jongen. Hoe lauw is dat? Wow. Waar staan ze? Wow, kijk die bergen. Kijk hoe mooi. Ik zou daar gewoon een huis willen hoor. Gewoon een villa, weet je wel. Fucking hell. Is dat helemaal in of zo? Korte t-shirtjes? Ah. Wist ik niet. Ja, ik heb inderdaad een Boeddha stippie. Kijk. Ja, ik zou ook zo dansen. Oh, wat leuk. Oh, ik dacht echt dat de muziek voorbij was, hè jongens. Ik dacht echt bij mezelf, nee. Dan is die voorbij. Wow, als je dat zou kunnen. Ik ga het niet nadoen, mensen, als je dat zou denken. Daar heb ik al een keer een video van gemaakt dat ik het nadeed. Maar als jullie dat willen, hè, doe dan even een duimpje omhoog. Dan ga ik Musical.ly weer nadoen. Want het werd wel leuk bekeken. Dus. Kijk. Dit is gewoon ook in een vliegveld. Gewoon. Wow. Als ik dat zou kunnen. Wow. Maar zij dansen gewoon best wel mooi hoor. Het is gewoon. Maar ja. Even kijken wat ze nog meer zouden. Wat ze nog meer doen. Kijk, hoe kan je dat? Dat wil ik ook kunnen. Je ziet die mensen, soms zie je zo en dan zo naar achter zo. Hoe lauw is dat als ik dat zou kunnen? Wow. Ik kijk ook alleen maar naar Musical.ly omdat er gewoon mooie vrouwen zijn hoor. Niet omdat ik het leuk vind of zo. Want ik moet zeggen dat ik Musical.ly niet zo heel leuk vind. Maar kijk, dit is ook gewoon leuk om te zien, weet je. Zo, sorry. Je gaat er zijn nu al twee meisjes die gingen zitten. Wow, kijk deze. Wow. Man. Alsjeblieft. What?
What the fuck mensen, wat is dit nou allemaal? Waar kijk ik naar, hè? Soms begrijp ik niet waar ik naar kijk, maar... Kijk. Oh. Je kijkt je toch gewoon naar, je wil je gewoon naar kijken. Wat? Hoe heeft ze dat gedaan? Oh, zo knap. Wow. Hou op. Ik vind dat grijs haar ook best wel mooi hoor, als je dat zo ziet. Als ik een vriendin zou hebben met grijs, nou, ja, oké. Ik weet niet. Schrijf in de reacties wat jullie van grijs haar vinden, dat ze dat zo grijs gaan verven. Vind ik wel leuk om te weten eigenlijk. Kijk. Zij is bekend op Instagram geloof ik. Ik heb haar vaker daar gezien. Ja, ze is musicalier. Dan moet je Instagram hebben natuurlijk. Dat snap ik niet waarom mensen dat doen eigenlijk. Maar zo. Ik kijk weer even naar iemand. Wow. Ik ga later echt een vriendin nemen die Musical.ly doet, want ze zijn allemaal best wel knap. Ik vind die pet wel leuk trouwens van hun. Beetje mijn stijl, ik. We kijken weer naar iemand. Wow. Het is alleen maar leuk. Wow. Nou, als er staat daar subscribe en dat zou ik sowieso doen bij al die meiden. Wow. Nou, we gaan verder kijken. Ja, ik kan blijven zeggen dat het allemaal mooie meiden zijn, maar... Wow. Haar vind ik minder, eigenlijk. Sorry. Oh, stoot bijna een waterkoker om. Zo blij ben ik, zo enthousiast. Wow. Wat nou als ik zoiets zou doen, dan zou je toch denken, wat ben jij nou weer voor een rare gozer, waarom zou je dat doen? Maar als je zo'n soort van op muziek ziet, denk je toch wel een beetje van, oh ja, het ziet er best wel grappig uit. Ik snap ook niet waarom ze die camera dan helemaal zo gaan doen heel de tijd. Dat vind ik altijd, dat, ik moet echt een keer Musical.ly gaan aanmaken en dan kijken hoe dat moet, hoe dan... Want het lijkt me best wel gewoon, ja, apart om dat te maken, weet je. Zo, die lijkt op mijn ex. Wow, dat is bijna... ik schrok even, want ook... Nee jongens, dat is een grapje. Hoe lang duurt dit leuke videootje? Nou mensen, we hebben wat, wat mooie dames voorbij zien komen, moet ik eerlijk zeggen. Ja, zou je dit, schrijf even in de reacties, zou jij dit zeg maar als je soort van vrij bent, zeg maar van werk, zou je dit dan bekijken of niet? Ik weet zeker dat alle jongens nu zeggen van ja zeker, die ga ik zeker bekijken. Maar zouden jullie dat überhaupt doen? Dat vind ik misschien wel leuk om te weten. En trouwens, ja. Dit was de video. We hebben 8 minuten lang hebben naar leuke chickies gekeken. Nou, dat wil je toch. Dat wil je toch. Je wilt toch een beetje chillen met mij. En een beetje naar chickies kijken. Als je dat nog een keer wil, abonneer dan even. Want mijn abonnees staan nu een beetje stil. En ja, hij moet wel een beetje weer, zeg maar, een soort van stijgen. Dus mensen, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Doe even een duimpje omhoog natuurlijk. Want jullie weten het, hè? Je boy hier op je beeldscherm. Oh, geen sponsor trouwens, Coca-Cola hoor. Dat is gewoon, het boeit me niet wat ik op internet zet. Maar
ik moet niet te veel praten. Ik hoop dat jullie hebben genoten. En ik zie jullie weer zo goedemorgen later. Oh, bijna camera kapot.